Sergio Akimboto, jong, dynamisch en een out-of-the-box thinking directeur. Een jongeman die weet wat hij wil. Vanaf zijn aantreden als nieuwe directeur is er een dynamiek gaan uitstralen bij de Grasalco. Een jongeman die zich opstelt als een coach voor zijn personeel. Schroomt niet om zelfs in het veld te gaan. Laten we gaan kijken en luisteren naar deze Sergio Akimboto. Nee, dus ik wil die mensen even duidelijk maken dat dit de voorbereiding is na onze volgende opname. We zijn nog steeds in het Brokopondo gebied. Het was crappy. Nu is het de directeur van Grasalco, de heer Akimboto. En omdat het nou een staatsbedrijf, een Jajasranambedrijf, en nou een Jajasranamang, uboru een Jajasupujamang. Het is een lekkere kasapen soep. En ik kan begin stand-by hier, hè. Simple body. Ja, lekkere kasapen soep. Lekker dik. En dit gaat hij straks eten. Alsjeblieft. Tot straks. Oké, het is dag 2 hier op Brokopondo. We gaan nu richting Ananistrand en daar gaan we een babbel hebben met de directeur van Grasalco. Meneer Muntje van Muntjes Eethuis, heel hartelijk bedankt voor de locatie. Pimekus Ribi. Je hebt het al, ik ben ja naar Powaka. Ook weer. Equipment. Speciaalzaak voor al uw zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar, hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaulkits. Sprockets, startermotoren, alternators, graafbakken en buckettanden. Beer Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en sealskits, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Beer Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859, 551860. Welkom kijkers, welkom
Sergio Akinboto. Heb ik die naam goed gezegd? Helemaal. Oké. Sergio. Motegi Kring. Het is moeilijk om jou te bereiken. Hoe komt dat? Waarom? Over het algemeen is mijn telefoon op silent. En s'avonds moet ik mijn telefoon anders als je bezig bent. Alle telefoons zijn beantwoorden. Die nog onder andere personen zitten. Maar ik probeer zoveel mogelijk terug te bellen. Oh, dus eigenlijk is het bij jou is het sms'en. Ja. Oh, en je krijgt wel antwoord. Ja. In de meeste gevallen. Dat is most of them. Oké, Lukuna, we gaan vanaf het begin beginnen. Waar is Sergio geboren? Ik ben geboren in Paramaribo. Paramaribo, waar van Paramaribo? Zo, zo toch, in Sikonesje geboren toch? Ja, maar zo, je hebt Diakonesje, je hebt Slans, je hebt Sefecentius. Diakonesje. Oh, Diakonesje, Jaco. Ja. En wat voor soort bevalling was het? Heeft je moeder je verteld? Dat moet een aantal mooie jaren, maar ik denk dat kan ook wel moeilijk zijn. Dat is wel moeilijk. Sabi. Oh, het was een makkelijke bevalling. Ja. Op welke dag? Weet je ook welke dag? 17 maart 1979. Oh, 17 maart 1979. Eén jaar voor de revolutie. Ja. Ja. Oké, Sergio, waar ben je opgegroeid? Voornamelijk Paramaribo, maar daarnaast verschillende districten van wie ik het werk van mijn vader. De Ouakami, binnenland, districten. We hoeven een beetje verder binnenland. Ik ben ook een keer tijdje gebleven in het internet. Maar in Suriname ben ik opgegroeid. En met welke soort vrienden heb je gespeeld? Nou, alle soort mattie. Dat maakt het niet uit. Mijn moeder had heel veel kinderen, dus ze hadden altijd kinderen thuis. Ja. Ik van een Egyptien, een Sapching of een Gramching of een Kweekje. Dus er zijn altijd kinderen in huis om mee te spelen. En look, dat met Takanga, dat met Vierik Batak van Sergio is een rustige jongen geweest. Heb ik het goed? Ja, nog steeds ook. Nog steeds? Ja. Want hier Takifi, Ejima Vierik Tak nou een rustige, kwaadaardige jongen. Dat denk ik. Heb je ondeugende dingen gedaan? Natuurlijk, ja, als elk klein kind toch. Je hebt een kwaai zei bij de kringbong, gopik manja, kwaai dingen. Maar het was wat kinderen doen. Wanneer ze jong zijn, ondeugende dingen wat jongens doen. Heb je ook Heusje gespeeld? Ja, tuurlijk. Maar ken je nog Heusje met wie je Heusje hebt gespeeld? Ja. Want dat vader en moeder en kon je dat veld toe toch? Ja, mijn jongen vond ze even Heusje. Zei je? Nee, je zou wel dat ik niet bedoel met die heren. Maar dat is de trouw, ik ben doe. Nou, dat ben ik doe maar. Ik ga hier niet maar dat zijn. Die vrouw vindt dat ik mijn naam buurmeisje. De grote mensen vissen dingen. Dat is vooral voor mij, maar dat is niet wel zo dat mijn biggie staat voor mij. Oh jee. En mijn man voor mij ook. Oh jee. Terwijl aan de bed terug, juist deed dat niet. Ik zeg dat. En ik heb staan als witief huisje. Ja. Het is altijd s'avonds. Moesder, als je amante is chatou. Dan is het langer. We moeten snel gaan slapen. Maar hoe weet je hoe dat meisje nog heet? Waarom heb je nog daar? Ik ben maar wel afwerkt met de operatorie, maar... Maar jij was bij de operatorie? Ja, hoog. Oh, maar jullie zijn geen vriend en vriendin geworden? Nee, no. Oh, oh, gewoon, ja, ai, hoe is het? Ja. Welke buurt was dat? Nou, ook allemaal niet dus zelf. Ik ben daar in de... Welke buurt daar is, moest op dit al. Hier, ik zijn er in mijn omgeving. Dus dochters of in het Bosstraat? In dat blok daarbij. Oh, in dat blok daarbij. Ik spook op je visie. Maar Sergio, heb je iets dat je hebt meegemaakt in je kinderjaren? Nou, zoveel dingen. Ja, zo top in mijn begin. Kan je een fetie, een kapu, een vader uit, een bong? Ja, ik kies wel een keer een lees, ik kies wel een beetje pas aan mij van een 7-hendel. Ja, maar dat ben je ongelukkig geweest, laatste die scoren. Van mijn soep mee, dan ben je in een klas. Toen maak ik er binnen een bong van ballet. Dat was een middelpunt. De Bari? Ja. Lagere school? Lagere school. Vierde klas. Maar is het school te coördinatorie? Nee. Dat is afgehandeld. Ik heb nog niet van mijn middelpunt. Hoe oud was je? Nee, ik kan me niet herinneren. Ik heb een hechting.
En welke scholen, welke lagere scholen, welke school heb je allemaal gezien? Nou, in het begin, ik heb in Mungo gezeten op de Fred Muren school, ben op de Martin Plet school geweest, ik heb op in Wageningen op school geweest, ik ben op Saren school geweest, ik ben op, sorry, ik hou ook op mijn tafel bij Freuse, daar heb ik een aantal lagere scholen gezien. Mm-hmm. Ja, ja. En welke vond je het leukst? Oh, allemaal hebben eigen ervaring hoor. Allemaal hebben leuke momenten. Mm-hmm. Ja. Sergio, bij welke familieleden ben je gaan logeren bij familieleden? Ja. Mm-hmm. Tante, een tijdje werkte mijn ouders in het binnenland. Dat wil ik voorganger nog steeds. En ze rijden internaat, dus ik was niet altijd bezig. Dus soms bij tafel toe in het internaat en daarna ging ik bij familie logeren. En bij welke familielid zou je nooit meer willen gaan logeren? Hoor, na de break. Het is echt tijd voor een nieuwe. Comfortabel, ruim, heerlijk. De service van ProTrade is heel persoonlijk en bij ProTrade vind je kwalitatief en comfortabel meubilair voor elke stijl. Maar ook allerhande spullen om het leven te vergemakkelijken vindt u bij ProTrade. Stap vandaag nog binnen in onze showroom en maak uw keuze. ProTrade. Beautifying your home is our mission. Ah, ben zo zo'n probleem. Papa keur, wagi pijn, montura, la tori. Geen papira, dat is koud hoor ik. Oh, verzekeringsbewijs, ja, dan heb je niet de man die zij moet doen. Even tappen, mijn keur, mijn motorfiets. Bronfiets, wagi, alles aan de keur. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, Evert! Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13. Telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage Evert. Evert, anno wandering. Bappa bol, hinga. True keuring. Melk is goed voor elk melk. Ik zeg je. Ik hou je. Is goed voor elk dingetje merk ik. Melk is goed voor elk. Melk is goed voor elk. Prolak is goed voor elk. Melk is goed voor elk, melk is goed voor elk, pro-life is goed voor elk, drink je melk. Dit alles, als je melk drinkt, het is geen gewone melk, het is pro-life, pro-life. Probeer het maar. Drink je melk. Melk is goed voor elk, melk is goed voor elk, pro-life is goed voor elk, drink je melk. Melk is goed voor elk, melk is goed voor elk, pro-life is goed voor elk, drink je melkiet, drink je melkiet, drink je melkiet. Hoor dan alleen maar pro-life voor mij, drink je melkiet, pro-life. Distributeur Rudisa Agencies. Luckily,
There are real men who use real protection. Get yours at VSH Trading. Visit our showroom, located at Van het Hoogruisstraat 9 till 11. Panel PVC Building Systems, uw PVC speciaalzaak. Bij ons bent u terecht voor King Panel PVC plafond en wandschoten in de afmetingen 10, 20 en 25 cm met een lengte van 5,95 m in wit, gekleurd en met motief. Nieuw in ons assortiment, King Panel PVC wandschoten met een afmeting van 1 bij 2,95 m. Voor een hypermoderne vloer kiest u voor King Panel PVC vloerlaminaat in glanshoutpatronen in verschillende tinten. Voor de uitschiet gebruikt u natuurlijk King Panel PVC uitstekschrootte en met de King Panel PVC buitenwandschrootte ziet uw huis er meteen stijlvoller uit. Dit alles met de bijbehorende King Panel PVC afwerkprofielen. Wij zien u graag in onze King Panel showroom. King Panel PVC Building Systems, Jacob Rijntjesstraat 13, Zijstraat van de Kernkampweg, telefoon 53-3x17 of 53-3x19. Ons filiaal in de O6-verbinding nummer 54 te Kommerwijnen, telefoon 035-45-29, www.kingpanel.com. Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859-551860. Verder nog een gezegende dag toe en heel veel liefde, heel veel gezondheid en heel lang leven. Dankjewel. Oh, mag ik een beetje wijn? Nee, je weet toch dat kinderen geen sopje mogen drinken? Ja, Michi, je mag drinken. Want die zien alle tieneren kan drinken. En alcohol in zien. Dus kinderen en mensen van mijn leeftijd kunnen deze wijn drinken. Want na... Zeer. Met en zonder alcohol in verschillende smaken. Zeer. En het alles gebeurt in... Hi Sergio, weet je nog waar? Ja, eigenlijk geen Ubego. We gingen zo vaak, dus wanneer is het Ubego dan? Was het makkelijk? Ik kan me niet herinneren dat ik mijn tante of mijn oom bij staan. Want ik heb me bij Abder, dus bijvoorbeeld, als mijn mama tegen me dacht van oké, het is vakantie, jullie moeten naar tante Philly of tante Dean, ik heb dat naar Rocco. Ja, ja, ja. Je weet, die had dat soort... No, maar thuis werkte zelf thuis ook graag. En vakantie was altijd nuttig. Heb je vakantiejobs gedaan? Ja man, vakantiejob. Alles van bakkerij, tot tuin schoonmaken, tot kotbon, tot bouw Harrystone, tot veervie. Dieke betaling? Ja, natuurlijk. En het alles gebeurt in... Ik ken hem niet van nu. We hebben in de bakkerij gewerkt. En men zegt altijd... In een wereld maar edit aan mijn broek, want in de bakkerij was ik zijn baas en nu is hij mijn baas. Een keertje, ik trainde ze in de bakkerij en ik had hem gezet om broden te bakken dus in de oven. En dus hij heeft die broden in de oven gezet, maar we waren buiten, we spraken over die dames, dat in de Namulo school tegen Isabi. En we roken iets. Hey. Een van die ovens werkte niet goed, dus je moest extra opletten. En toen hij in de bakkerij ging, zag hij dat de hele pan was gebrand. Is dat mijn broodpan? Ja, mijn broodpan. Toen ben jij boos geworden? Nee. Maar die onderling, dus hoe bang dit brede gewoon een bakje dat? Hij eigenaar van bakkerij deed ik bij hem een soepie. Echt gewoon lief man, mijn van mijn besabie. Hij wou weer mischien.
En dat alles gebeurt in... Altijd vakantie, goed, boezes erin mee go. Oh. Toen, het was toen ik zou gaan van de Mulo's van de ja, was het Mulo naar middelbare, ja. Mm-hmm. Dat is een lange periode. Dat, dat zou mijn volgende vraag zijn. Welke opleiding heb je gevolgd? Nou, ik heb ja, na Mulo, de lagere school Mulo, heb ik Amsterdam doorlopen. Mm-hmm. Daarna universiteit. Ken je Ryan Lewis? Ja, man. Ja, man het enkele woord, ja. SCCN Orange, man. SCCN Orange, man. En dan heb ik Earl, Axie Sergio, Sumaleer, Ryan, Playkarta. Jezus, jongen. Dat alles te mensen aan leren, maar dat is wel mijn antwoord, takkie. Heb jij, kan je kaarten spelen? Oh, 4-4, wat pak je? Gezellig, gezellig. Ryan, Ik heb een paar dingen gedaan. Rustige kwaai, maar nee, heel poelulu met lukwit dat je bent gewoon rustig. Je hebt dit soort rustig, fin kwaai boy toch? Ja. Doe asani, dat je lukwit je vrouw eigenlijk nooit in het doen asani. Ja, ja. Heb ik het goed? Ja, dus eigenlijk met op een rustgevend uitstraling toch? Mm-hmm, mm-hmm, en dan, meestal is mijn streekje dat je nog doet kwaai. Dat geeft me voer wel. En het heeft twee kanten, hè. Zo lees ik me gebruiken positief. Meestal in een groep met een man, staat de altijd arbiter. Rust, hey guys, schoon doen en zo. Mm-hmm. Maar kan je ook iemand dat klaar in. Maar heb je ook die momenten gehad van waarbij je echt zit van, hey, aan je vrouw die zie ons, als maar abenang aan mij. Weet je, frappant genoeg, hè? Ik heb nooit last gehad van, juist te allemaal tegen dat leker dat moeilijk, altijd met een leker te vinden. Maar ja, is hoe je opstelt. Ja, is dat nee, van is niet hoe je opstelt, een rustgevend gevoel. Want, ja. want die mijn belly, en is dat bijna jugo, milop, jugo, dan maar. Sergio! Gewoon niet pikken mee. Ai, hoe je dat? En je dacht, oh no, anders aanpakken. Dus is dat rustgevend gevoel dat je mensen geeft? Is dat wie? Ik moet ervaren, alle mensen hebben een beetje over een zekere manier leming. Leming. Mm-hmm. Maar moeilijk, you know. Ik ben alleen maar Matthew Fong. Universiteit ook, had je ook een mevrouw. Eiken iedereen. Het is maar vak moeilijk, je haalt het nooit in één keer. Ik heb het één keer zelf gewerkt voor die mevrouw als studentassistent later. Oh. Je pas maar doet onderzoek in het binnenland. Dus, mijn ervaring echt. Altijd. Ik dan vind ik pas wel. Sergio, heb je bijnamen op die scholen gehad? Nou, lagere school had ik Gio, afgelaste deel van mijn naam. Toen was ik met Blaga. Middelbare, de Matif Mbi, Karmi Sese. En dat staat. Dat is een afkorting van Sergio. Oh, Sergio, dubbele Sese. Maar Sergio, het Maron Sen heeft nooit een rol gespeeld op die scholen. Ik heb er geen last van. Jij mag je mening hebben daarover, maar heeft het een rol gespeeld? Heb je het meegemaakt? Ja, je hebt wel subtiel. Op een ander moment weer openlijk kwam aan je duiking, maar je kan er mee kunnen herinneren dat het midden minimaal veranderen. Oh, dus, maar dat heeft goed dat je maar was in je. Nooit in het tak van iemand nakieren. Die bemoren jongen wel, maar die komt samen lager als de eerste dag naar zomer. Dat is naar jou, dat is wie je bent. Die blakka, jongen, maar dan in een keekje toch? Tof, ja, hè? Mina vals, man. Tof. Nou, maar je gaat zomaar je stress. En dat is een shit dat je erg in een zang de mogen door. En waar is het begonnen? Want je bent nu een van de jonge directeuren, toch? Van een Surinaam staatsbedrijf. Toch? Waar is het begonnen? Nou, in principe, Timmy, ik heb altijd gezegd van ik wil iets betekenen voor mijn omgeving. Voor mijn omgeving en voor mijn land. En ik wil een positief indruk altijd achterlaten. En nu begin ik ook. Ik heb vanaf zeg maar Milo middelbare van mijn tijd, maar ik doe een job hier en daar en overal. Middelbare school, ik begin ook aan een want buitenlandse organisatie, like assistent in het binnenland, doe je naar veld, begeleid stagiaires, doe veldwerk, universiteit, idem. Maar dat op een gegeven moment dan ik vind een vaste baan naar Roosevelt. Roosevelt gewoon, maar ik heb daar 6 jaar gewerkt. Het was een hele ervaring, ik moet zeggen. Het was een opportunity. Ik kon het goed vinden met al die managers die daar waren. Mm-hmm. Je mag hem gelegenheid voor leer boemvoeren. Ik zou bijna zeggen dat het waren de belangrijkste jaren. Meer dan de universiteit zelf, praktijkervaring die daar gedaan. Ik heb gezegd, als dit de mogelijkheden zijn voor Suriname en de Maïs kan doen, hoe schrift kan doen toe. Dus na 6 jaar had ik gezegd van, hé, moet tappen. Moet doen met EGSA.
En along the way, ik verzoek dat E1 gaat naar RVC, dat later vanuit de RVC, maar als ik dat E1 gaat, gaat bijdragen. En ik heb geen nee gezegd. Ik heb de job aanvaard en zo allemaal gebeurd. Ik weet niet alles natuurlijk, maar ik weet wat de basis zijn van hoe je moet gedragen binnen die mijnbouwsector. Maar die go to do? Chimbo, ja, die ben jongen vakantiejob, ja. Ooit meer op drijfbatte. Wat? Ai. En die bevinding? Ja, ik ook bevinding, ja, maar uiteindelijk ben ik ook nog omhoog mee jongen, man op paai mee jongen. Vakantie met mijn bar, met dat no go. Zo kwam vakantie, jouw foto, ja, mijn man hier, mijn boer, dat ik dat heb zei. Ja, ik ben mijn paai. Maar ik heb een uur ook een droom in mijn groep, hè. Alade, man, ik krap de pjes aan, ik denk dat ik nog kon, dat ik kan money, fuck you. Eindelijk, mijn enige man zou komen door mijn foto. Ik heb een page van. Ja, ik ga wachten, man. Ik ga wachten, man. Sarah, maar dat ik hem op een paai. Ik heb een sorry. Ja, dan moet je wachten. Ja, dan moet je wachten. Maar dat is ervaring. Maar hebben jullie een omoebono? Ja, nee, dat is niet waar. Ik ben bang. Hoewel, als je actie moet doen, business bakken met morgen. Ja. Maar ik was niet even goodbye bijvoorbeeld. Buruk, we gaan buruk naar mijn pata. Is dat niet waar? We gaan buruk naar mijn mooie smaak pata voor gaan scoren. Oom, met Beggy, bij je buruk naar mijn pata, ja, boy. Met een boy vier boom. Toch? Een man heeft charita, maar bij je buruk. Ik zeg, koop die buruk en zijn pata. Maar Sergio. Wat heb je allemaal meegemaakt daar, een moment die je batte? Nou, het was een struggle en met tegen je goed man. Soms met veel vreemd zeiden, maar voor mij was het allemaal erg, want het man. Het is keihard werken, brada. Vroeger man, je bent niet hier, die tegen je net die tegen je was, dan moet je ergens gaan baden, iemand dood, pittie. Het was voordat de Roosevelt Goldwijn in Suriname was, hè. Rijden heel omgeving. Je wordt ook al, je dikke dan een scoop wat je zegt, maar je wordt ook al een graafmachine echt begint. En wat je wat pomp, je lijn, stapelen materiaal. Dan voor je spuit aan mijn bakken, hier die, poten naar Sloesbog. Het is poten naar Sloesbog, dat concentraat je poeren, je draaien bij de bakken. Voor je zit dat zijn vinnig. En dat is keihard werk hoor. Het is maar nooit in een mee pede maar fit om mijn goal toe? Nou, niet direct dat de man wordt ook in een same groep, maar ik kan wel een moment bij want aan man. Mm-hmm. Maar ook een verplichting hadden, maar ik is er wel, maar ik heb... Maar niet de mannen tjaren kan je? No. No, altijd, altijd we doen respect af de man. Alles daar respect we doen altijd. Sergio, je hebt nu succes, toch? Je bent nu directeur van de kapitaal, daarnet aangehaald. Je bent directeur van een staatsbedrijf. Succes. Wat heb je allemaal meegemaakt op die weg naar succes? Nou, in ieder geval ga je offers moeten opbrengen en een van de belangrijke offers is dat je jongen, je wil mooie dingen hebben, je wil brokken kick, je wil dus aan je gaat je moeten beperken daarin, stuka op de eerste plaats, daarnaast ook toe. Ik zeg, één ding wat belangrijk is die integriteit, hè? Je boening, dat is je boon varen. En kan je een moment komen, je kan je een slag, je kan je een money. Je hebt dus aan dat je go, zo je denkt je tamara. En dat zijn buiten het geschiedsveld van de mensen en naar de buitenwereld toe. Het zijn dingen die je voor jezelf moet weten. Hoe je moet opstellen over een bepaalde zaak, principieel. En het is niet altijd even makkelijk, want je ziet dat je last, je wilt last, maar die eerlijk toen zie. Maar Tamara, je vindt een voordeel, vind altijd wel. Always. Maar je hebt nooit iemand bestolen? kan je de fout gemaakt? Kan je de manja sambego tiki? ja, maar minder. Ja, boos. Kan je ook gewoon iemand deal aan deal nog wat kan afvassen? Maar ik kan me niet herinneren. Wie zijn de mensen die aan de wieg hebben gestaan van jouw succes? Nou, ik van huis uit. Ik zeg mijn moeder altijd. Mijn moeder heeft van drie dingen aan me geleerd. Als meteen met dat. Heb respect. Geef alles maar voor haar ouderen. Twee, not take sound of you. Dan heb ik in Libië dan zei Abi, dan heb ik drie, in vier gewoon altijd onder je voeten. En daarnaast mijn vader is iemand die geduldig is, nou een geduldig Libisma. En dat zijn de basis geweest om succes te behalen. Natuurlijk moet je ook opstaan en hard werken. Het is allemaal strip te huren, maar dan moet je door kunnen werken. En dat begrepen sommige mensen niet, hè? Nee, vaak niet. We willen snel rijk worden, worden. Ik heb gewerkt bij Roosevelt, soms kreeg je het gevoel alsof je ondergewaardeerd bent, omdat je bent nakkies ging. Maar het was voor een goed doel op termijn, je zit daar, hé, de man waardeer zijn. Ik zat met Karin stage lopen, ik ga naar binnenland, ik ga zoeken go-to, ik abraguaro, Roosevelt. Ja, en nu ben je directeur. Maar hoe staat het met je gezinsleven? Heb je een vrouw?
Ja, maar ik heb een vrouw, we wonen samen. Mm-hmm. Bijna 10, 11 jaar al. En ik heb, we hebben samen 4 kinderen. Zij heeft 1 jongetje en ik heb 3 met haar. Oh? Voor boy, ay, man. Dat betreft me nou. In een play? Nee, nee, nee. Ik heb een bijdrage geleverd aan aantal bewoners van Suriname. Ja. Ze zijn van boos dat je rustgevend bent, toch? Ze zijn van boos en dat soms werkt dat minder, want dat vindt dat mijn span. Terwijl ingen stress aan mijn stress. Vrouwen zijn moeilijk. Ja. Vrouwen zijn verschrikkelijk. Ze zijn lief, maar moeilijk. Je moet ze kunnen begrijpen. No. Maar hoe dat weer? Ben je getrouwd? Nou, ben ik getrouwd. Nog niet, waarom nog niet? Ik vind dat trouwen, want ze niet zijn, moest moeten spontaan voor dat moment. Hoor. En je moet er wel aan werken, op dit moment PV dat dit zit. We verloven wel, maar we gaan trouwen. Oh, maar ik ga je wel trouwen. Ik zou net aan je vragen of je vader je nog niet heeft geadviseerd. Ja, maar hij is een mening. Hij heeft aangegeven, het is goed. Jullie zijn aanvraagbaar, check eens aan even. Ja, maar ik blijf erbij. Ik moet het niet doen voor daarbuiten. Ik doe het voor mezelf, de mensen die erin zijn. Toch? Maar hierin nou. Hoe romantisch kan Sergio zijn? Horing na de break. Het is echt tijd voor een nieuwe. Comfortabel, ruim, heerlijk. De service van ProTrade is heel persoonlijk en bij ProTrade vind je kwalitatief en comfortabel meubilair voor elke stijl. Maar ook allerhande spullen om het leven te vergemakkelijken vindt u bij ProTrade. Stap vandaag nog binnen in onze showroom en maak uw keuze. ProTrade. Beautifying your home is our mission. VSH Trading. Visit our showroom, located at Van het Hoogruisstraat 9 till 11. Papa, go drink and go palm. Mega hair tori, mega clarity. Daru, daru. Oh, what happened? I have a social problem. Papa, kere wagi pijn monterala tori. Geen papieren, dat is koud hoor ik maar. Nou, hoor voor zeker het boys, ja, dan heb je dan die man die zei moet doen. Even tappen met mijn motorfiets. Brownfiets, wat je alles aan de keur tappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey, sir, Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 3:30 middags. Evert,
Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring Garage, Evert. Evert, aan uw wandering. Bapa bol, hinga, troetrokeuring. Melk is goed voor elk melk. Ik zeg geen melk. Ik hou niet. Melk is goed voor elk dingetje, merk ik. Melk is goed voor elk. Melk is goed voor elk. Prolak is goed voor elk dingetje, merk ik. Melk is goed voor elk. Het is pro-life. Pro-life. Probeer het maar. Melk is goed voor elk. Melk is goed voor elk. Pro-life is goed voor elk. Drink je je merk in. Melk is goed voor elk. Melk is goed voor elk. Pro-life is goed voor elk. Drink je je merk in. Drink je je merk in. Drink je je merk in. Distributeur Rudisa Agencies. King Panel PVC Building Systems. Uw PVC speciaalzaak. Bij ons bent u terecht voor King Panel PVC plafond en wandschoten in de afmetingen 10, 20 en 25 cm met een lengte van 5,95 m in wit, gekleurd en met motief. Nieuw in ons assortiment, King Panel PVC wandschoten met een afmeting van 1 bij 2,95 m. Voor een hypermoderne vloer kiest u voor King Panel PVC vloerlaminaat in glanshoutpatronen in verschillende tinten. Voor de uitschiet gebruikt u natuurlijk King Panel PVC uitstekschrote en met de King Panel PVC buitenwandschoten ziet uw huis er meteen stijlvoller uit. Dit alles met de bijbehorende King Panel PVC afwerkprofielen. Wij zien u graag in onze King Panel showroom. King Panel PVC Building Systems, Jacob Rijntjesstraat 13, Zijstraat van de Kernkampweg, telefoon 53-3x17 of 53-3x19. Ons filiaal in de O6-verbinding nummer 54 te Kommerwijnen, telefoon 035-45-29, www.kingpanel.com. Vierenclub. Wier Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859. Verder nog een gezegende dag toe. En heel veel liefde, heel veel gezondheid en heel lang leven. Dankjewel. Oh, mag ik een beetje weg? Nee, je weet toch dat kinderen je sopje mogen drinken? Ja, misschien. Je mag drinken, want die zien al op tineren kan drinken. En op alcohol in zien. Dus kinderen en mensen van mijn leeftijd kunnen deze wijn drinken. Want na... CDCR! Met en zonder alcohol in verschillende smaken. CDCR! En het alles gebeurt in... Hoe romantisch kan Sergio zijn? Oei, dat is alweer. Ik kan romantisch zijn, maar... Ik heb een gesloten persoonlijkheid. Maar nee, dat over mijn gevoel gemakkelijk en snel. Er zijn weinig mensen die daarover weten. En... ja. Jij bent een doener. In een dangatak. Kokar is zo. Kokar is zo. Oké, ik kan cool wat door dat hier. Laten we even weer naar je succes gaan. Want ik ben trots op je hoor. Ja. Die Lisa Sani. Ik me go Pip Google. Nee. Die Lisa leeftijd met dat nomang. Nee. Trots zijn op een zo'n Surinamer. Nee. Jonge vent is dat weer en we kunnen het ook. Nee. Maar ik wil weten of het een
beloning is van de president, want je stond op nummer 17 van op een kiezerslijst, of een kandidatenlijst, no? Van de NDP. Van de NDP. Is het een beloning van de president? Hey, laat maar zeggen, 2005 was ik 17, afgelopen was ik nummer 11. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, ik denk niets daarmee te. Ik zeg je nogmaals, dat ik heb gewerkt bij Roosevelt, met dat ik hou van gezien. Ik ging richting mijn eigen ding doen. Er is niet eens gesproken over deze positie, maar ik ben gewoon richting, doe voor mijn eigen bedrijf om in de mijnbouwsector. Ik heb het ook gedaan. Welk bedrijf zou je? Een mijnbouwbedrijf heb ik gezegd. Het is nu inactief. Om zelf te gaan, maar niet op dat soort mogelijkheden binnen een sector. Dus, bij de business toen, toen heb ik gevraagd van, hey guys, ik wil mijn bijdrage leveren in de RVC van Grasalco. Ik doe een ervaring op, ik doe een kennis op. Er is nog heel veel te leren in die sector, maar ik wil liever een positieve bijdrage. En er was niet geweigerd. Daar terecht gekomen is dat, hey, er is nog ruimte. Toen vandaar is gevraagd van, hey, in een harasani richting Sawango. Look naar een ervaring, zeg, heb je mogelijkheid dat je voelt met dat bedrijf. En voor dat je uit gaat en met dat tegen. Het is niet eenvoudig. Maar is wel te doen. Hey, wat dat zou ik je vragen, hoe zit het als directeur van zo'n groot bedrijf? Nou, die uitdagingen, je hebt de eerste plaats te maken zelf met je omgeving. We hebben een bepaalde mentaliteit in dit land. We zijn dat bijna 40 jaar lang, maar nu lukken, moment zijn looking direct allemaal is dat mogelijk. Typisch Suriname. De mannen lukken wat er aan moro. Op de tweede plaats een stukje onderschatting, maar daarvan geniet ik. Je leeftijd, hè? Ja, tijd maar onderschatting, alles zij doen altijd een verrassing in die man. Dus dat min is want dat bij actie toe, hoe is de acceptatie? Want je bent jong. Ja, ja. En er zijn ouderen waaraan je leiding geeft. Ja, ja. Een stukje. Overal, het team dat er nu is wel jong. Maar je merkt je omgeving van mijn benadering, van mijn behandeling, dat je mij onderschat. En last but not least, een stukje belangen. Want toen mijn kwam, met de persoonlijk belang voor bij in het systeem. Maar, ik zeg één ding, ik heb een concrete opdracht, een specie opdracht gehad van zorg ervoor dat het bedrijf weer opkomt vanuit de president, Martijn met de Barda. You know, toekomst, generatie, volgende generatie voor nu. Wij hebben onze mistakes gemaakt, zorg ervoor dat je het goed aanpakt. Dat wordt duidelijk. Worden we. Langzaam. I'll go, langzaam, als we hard blijven werken, als we de juiste dingen doen. En ik zei, fouten worden gemaakt, maar dat en je bedrijf, wanneer je bezig bent, laten die fouten, professionele fouten blijven, zeg ik altijd. Geen enkel fout moet gemaakt worden die een link heeft met mijn bankrekening. Daarvoor moet ik wel zorgen. Ja, ja, ja. Daarvoor moet ik wel zorgen. Maar je kan een contract hebben die je een paar zaken over het hoofd hebt gezien. Want besluit, zei je hem tegen morgen eerder, heb ik het zien laten. Dat zijn dingen die je binnen een bedrijfvoering ervaart. En ik kan zeggen, ik heb een jong team daar die goed gemotiveerd is, een paar mensen daar natuurlijk, maar overal de man die gemotiveerd maar voor hoe, dat job. Hoe groot is het personeel waar je leiding geeft? Op dit moment zitten we op ongeveer 72 man, 70 plus man. En we gaan nog zeker groeien de komende periode. En het alles gebeurt in... Het is prettig om te werken met een dynamische jongeman die precies weet wat hij wil met het bedrijf. Ik denk dat het voor ons allemaal, of dat het iedereen is opgevallen dat vanaf er een nieuwe directie is bij NV Grasalco, er een beetje meer dynamiek naar buiten toe is gaan uitstralen eigenlijk. Het is prettig een directeur te hebben die eigenlijk zich niet direct opstelt als een directeur, maar meer als een coach, een persoonlijke vriend van het personeel, die ook op de werkvloer is en kijkt hoe het met zijn mensen aan toe gaat. En ook zelf in het veld gaat, waar je moet mijn directeur zien met zijn boots en zijn pak in het veld. Hij gaat zelf met die mensen van de afdeling exploratie ook overnachten. En ik denk dat dat prettig is en dat geeft dus meer uitstraling aan zijn functie als directeur. Dat is prettig. Mijn functie hier bij Grasalco is logistic officer. En ik ben reeds 20 jaar in dienst van het bedrijf. Ja, ja. Ik heb een heleboel directeuren mogen kennen hoor, in mijn 20-jarige dienst hier. Maar ik heb haast met iedereen goed kunnen werken. Vooral deze directeur ook. Hij is heel flexibel. Hij is de enige jonge directeur die ik heb gekend. Samenwerken met de Hakim Botten mag ik als heel goed ervaren, heel positief. Een jonge directeur met een out-of-the-box benadering. Hij probeert zaken altijd aan te pakken op zijn geëigende wijze. En wel zodanig het positief uitvalt voor de organisatie.
Wat ik het merkwaardige van hem vind is dat hij ons als manager altijd bij elkaar probeert te sturen. Hij houdt rekening met onze persoonlijkheden en op een zodanige manier dat we elkaar wel kunnen vinden ten gunste van het werk. Wat kan een boos maken? Als je oneerlijk bent, dan kan je wel heel boos worden, ja. Heb je maar boos gezien? Hier niet, in deze setting, maar in onze schooljaren wel. En wat heeft hij gedaan? Waarom ging het? Iemand had voor hem gelogen. En dat was hij wel een beetje. Hij was wel boos. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft gewoon gezegd van, ik vind het niet leuk. Hij is geen vechter hoor. Voor zover ik hem ken, geen vechter. Maar hij gaat je gewoon zeggen van, dat vond ik niet leuk. Dus je moet het niet meer doen. En dat alles gebeurt in... En wat is het verschil tussen toen en nu? Nou, wat ik heb kunnen opmaken, kijk, ik wil niet lelijk zijn tegen die mensen die me voor zijn gegaan, maar misschien vanwege de omstandigheden toen die mannen bij een move naar een bedrijf, trapprioriteit bij die, een bedrijf bij een monitor, een bedrijf bij een moeilijke financiële positie voor start-up. Die zaken hebben toen gespeeld, maar er waren een heleboel dingen die nu wat uitgevoerd waren, zijn goed beschreven bij Grasalco. Ik denk dat het verschil ligt meer in die concrete stappen maken, nu besluiten nemen om uit te voeren. Daar ligt het verschil in. Natuurlijk, die mensen die zijn voor zijn gegaan met hun goede en minder goede dingen, hebben een basis gelegd. Want als zij niet dat deel hadden afgelegd, hoe goed of slecht, zou ik niet in gelegenheid zijn om dat nu te doen. Dus we lukken maar altijd positief alles hier. Rustgevende man, laten we even lekker rustgevend drinken. Proosten, lekkere moorsap. Ik ben zeer trots op je. Vandaar dat ik een die mijn boord misreefie. Een lekkere cassava soep, omdat je nou een jaja srana man, een jaja bedrijf, dus dan tak damo mek een jaja soep oji. Breng die kobas, ik heb het zelf gekookt, we begin vroeg op maanting, ik ga even opscheppen. Kom. Oh, mijn slippers, wat is die? Soep een bordje, lekker een meter. Heerlijke cassava soep, ik heb toch? Ja man, alasani ja. Alasani. Lekker hier op het strand. En dit zeg ik die mensen. Ik ga beginnen met een nieuw programma. Dat is Simple Body. Alsjeblieft, ja, lekker gezond. Snel gezond. Thank you. En goedkoop. Als je voor die Simotegi kring, Sergio, het heeft me volgens mij 25 FRD gekost. Ja, met alles erop en eraan. Met alles erop en eraan. En ja, er hebben al 6 mensen gegeten. En 6 wachten nog op de rest. Ja. Maar dat valt me ook doen, want ben ik bij. Bijna ik bij mijn woordbakketje. Leven. Geef me een serpje aan leven. Afwaar je eten hier? Je vira heet het toch? Hai, man. Maar ik kan zijn niet, want het sluit af. Mm. Waar is die tas met spullen? Ja, Wahita brengt het vandaag. En dan heb ik een paar geschenkjes voor jou. Van jou, van Transamerican krijg je deze lekkere Cerecer wijn. Okay. Dit is een lekkere vruchtenwijn. We hebben dat je niet drinkt alcohol, dus we nakken aan. Non-alcohol. Mm. Van tapa bankstel. En ik beloof me dat Tegua Roko in afwera eerste lease Tegua Roko bakken aflevering die zie, ga je met dit truitje aan het werk. Zeker weten. In afwera een pinanga das. Ah, dat is zeker. Je gaat naar het truitje die zie, je bent vanaf vandaag een tapa bankstel smart. Smart. Oké, okay. Ik kom naar familie, no? Ja, ik deed naar familie, ik ba. En okay. Ik kom, ik deed naar familie, ik ba. Hey. Van mijn hoofdsponsor, Telesuur, krijg je 50 SRD. Bel te goed. Thank you. En dan zijn we nog niet klaar. Ja. Ja, ja. Hoe lang gaan we schenken? Voor wennerij. Als je, het komt je toe. Ja. Je krijgt een waardebon van $100. En dat is van ProTrade. Dus je mag daar gaan shoppen. Tot $100. Efficiënt wat moro mooi zijn. Het is iets duurder. Dat je pas bij gewoon. Oké, netjes. Ja? Thank you, thank you. Oké. Okay. Meneer Sergio. Jij mag even gewoon happen. Ik kan poten gewoon wat afvaaien eten. Je vira hitte. Kijk uit. Dan ga ik lekker afsluiten. Mag ik afsluiten, jongens? Test boeman. Ja? Daar, straks gaan we in die middelste camera bij Frank. Ja, gaan we straks die tatararantan doen. Mm-hmm. Asupo boom? Ja, test boeman. Hey, waka toch? Anadorom je wel. Hey! Anadorom je? Chips, mi jatso. Aksi mi nek, sapi so dati. Bori. Bori. Bori.
Ik kan niet naar jou zomaar, jong. Serieus, wat heb je met wat deed dat we kon jang? Dat we lukken even werkelijk aan deze. Tegen mij, maar zet ik een vrouw aan soepo. Soepo? Ha? Mina soepo maar. We streboor soepo dat we jong. Oké, hier en dan. We met hem morgen, maar we moet zetten wat deed dat alle die gasten op streboor. Ah, bon? Ja, dat is simpel. Live. Streedo. Live. Met alle camera's. Met alle de man kong. Mensen, jullie hebben het gehoord. En mij daag me uit dus mijn club aan man. Ja. En dan mogen jullie komen proeven. Maar jullie moeten wel een beetje centjes meenemen. We gaan het lekker afsluiten. Je hebt het allemaal gehoord van deze jonge Surinamer. Hij is directeur van... ik ben helemaal onder de indruk van mijn soep. Van Grasalco. Jong en dynamisch. Is alweer, en je merkt het nu al op dat er een verandering, is. Met Moksa als Suriname. Dat er een verandering is bij dit bedrijf. Laten we hem die power geven. Hij is jong. Koen een broken necks. Koen push aan man. Koen power aan man. Want het is... In ons voordeel, het is een Surinaams bedrijf, de vieze Dallas. Is dat weer toch? Het is cool, German power. Dus wanneer je morgen op straat zit, hij is in onze familie, tap een bankstels, maar vraag hem naar dat truitje. Hij heeft het graag aantrekken, wie is aan de was. We gaan in de middelste camera, gaan we die tatararantan doen. Ja. You ready? Ready. Frank is ready? Ja. 1, 2, 3. Tatararata, tata, tatararata, tata. Ten. Kamari. Ja. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Modern. Blooper. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Next. Maar de geruchten doen ook eronder dat je een verhouding met hoe je het Limbo. In feite, ik heb een takover aan me, want alles was niet aan Kibrilang. Hij had een andere vrouw, hij was getrouwd met een andere vrouw. Is dat aan een Urude? Ja, Urude altijd. Vind je het erg dat je nu pas erachter bent gekomen? In feite vind ik het erg, weet je waarom? Vier equipment speciaal. Weer Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859, 551860.